Hoi, ik heb vandaag mijn gele baret weer opgedaan, want we gaan vandaag iets doen met kaas. Kaas, hoezo kaas? Is het kaasdag vandaag? Nee, ik vraag hem eigenlijk af, is er wel een kaasdag? Nou, het is vandaag cheesecake dag. Weertaart. Ja, weertaart, sorry. We gaan vandaag een cheesecake tekenen. En misschien doen we er ook een blokje kaas bij. Wie weet. Teken je weer mee? Ja, cheesecake. Hoe teken je een cheesecake? Nou, we hebben natuurlijk al eens vaker taart getekend. Cheesecake heeft in ieder geval een koekbodem. En ik heb laatst een heel lekker recept gemaakt. En dat was de bodem van bestonjekoeken. Ja, dat recept zat bij het pak bestonjekoeken. Nou. Laten we het even zo doen. Dat komt uit een bakblik natuurlijk. Dus deze kant is sowieso strak en recht. Nou, en dan zeg maar een punt cheesecake doen. Zo. En hier net die korst die er bovenuit komt zo. De koekkorst. Zo, en meestal is die bovenkant is dan wel een beetje gebruind. Ligt eraan natuurlijk hoe lang die in de oven is geweest. Je hebt ook cheesecake, die gaat niet in de oven. En dan is die gewoon wit. Dan kan je hier bijvoorbeeld nog vruchtjes op doen. Nou, laten we hier nou eens een kers op doen zo. Zo. En dit is dan een beetje... Ja, dit is natuurlijk die kaas. Vaak wordt daar roomkaas voor gebruikt. Manchou kan ook nog. Dat is ook een soort roomkaas natuurlijk. En dan heb je zo'n heerlijke cheesecake. Misschien moeten we die nog even op een bordje zetten. Nou, dat is niet mijn beste bord zo. Goed. Vorkje erbij. Gebaksvorkje. Zo, nou een mooie cheesecake. Ik zou zeggen, eet smakelijk en ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.